Hey mensen, je kijkt naar Spooky 16.11 en welkom bij een nieuwe aflevering van The Last of Us Part 2. Ik heb door die hele Abby shit gespoeld, zelfs jij kon het niet leuk maken. Dat is het voordeel van een VOD. Ah, ja, maar ik kan dat niet doen. Maar goed, ik heb goede hoop dat het nog wat leuks kan gaan worden. Dat het allemaal gaat payoffen. Als het een goede payoff heeft, I mean... Ik heb goede hoop om weer er doorheen te gaan spelen. Het is dus in real life weer een dag verder. En ik ga weer verder met de storyline. En nu gaan we verder. Het is Seattle dag 2. Oké. Dus we gaan verder met Abby. Die dus op dag 1 werd gepakt door de Scars. En die uiteindelijk toch nog wist te ontsnappen van de Scars. Samen met iemand die ze niet kent. Lev en Yara. Lev is een transseksuele karakter. Dat is ook weer baanbrekend. But we shall see. Oké, we krijgen een hele zooi van die gasten. Jammer dat ik daar niet goed heb getimed. Oh shit, oh oh oh. Dat is goed, dan komt die kijken. Nee! Hè? Oh. Oh, veel te veel bij elkaar. En dan zie je me die. Oh, oké. Okay. Wat? Waar? Oh, hoi. Ah, dit wordt zo kut al. Wat een kut begin. Auw! Ik mag niet eens meer weg, want ik heb weer lag in de gameplay. Ik wil niet dit ding! Oké. Doe me even dood. Ja, ik wil even dood. Dat was helemaal niet mijn bedoeling, maar ze gaan dus naar voren. Oké. Gotcha. Maar die ene, die zagen me niet. Ik wou ook weer even opnieuw, want dat sloeg nergens op. Ik moet even opstarten, hoor. What the fuck? Waarom begin ik nu zo? My goodness, want ze zijn al op high alert. Ze zijn nog aan. Nee! I hear her running! Over here! Wow. Ik wil weer opnieuw. Ah! Hallo. Joshua. Oh nee. Zij schieten namelijk heel goed. Dat Oké. What the fuck was dat? Auw. Oké. Zo zou ik er ook mee omgaan. Ja, what the? Weer klote lijn. Oké. Mag ik ook nog bukken? Dankjewel. Oké, die. Ja, nice. Hoi. Er zit heel soms een klein beetje delay in bepaalde dingen, maar het is volgens mij omdat ze animatie soms door wil laten spelen, maar... You better run. Wat is dit nou weer? You're finished. Wow, dat zag jij wel! Maar die ene die onder dat ding kijkt, die zag mij niet. Holy crap.
Ik zag jou aan. God koleren, zegt Harry. yo, Lord Buffeltjoe, gaat het ermee? Sorry, ik moet even weer inkomen. En ik ga nog altijd minder voorzichtig spelen, weet je, met Abby. Because ik heb nog steeds geen band opgebouwd met Abby. And to be honest, I don't even want to know. Ik heb een band opgebouwd met Joel en Ellie in een hele game. En ik wil niet rude zijn. Rude? Ik wil niet rude zijn of zo. Ik wil niet rude zijn of zo. Maar ik vind haar nou ook niet echt een karakter met veel chemistry of zo. Zeg maar van wow, dit is een speciale karakter. Ik vind haar een beetje... ja. Hey, Geoffrey. How's it going, man? Ze heeft niet veel kleur in haar persoonlijkheid, zeg maar. Het is niet dat je denkt, wow, yo. Dit is interessant. Alright. Nou. Wat maakt ze allemaal mee in dag 2? Ik heb goede moed. Wij gaan weer scavengen, want wij gaan weer in dingen kijken. La 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 la. Ik zal even mezelf hier. Omdat ik weer een beetje over de top ging. Ah, oké, daar liggen die dingen. En we kunnen dus wel de papiertjes. Zij gebruikt ook papiertjes. My bad. Oh, shit. Ik had die natuurlijk ook. Hebben we alweer boltjes? Kunnen we haar wapens upgraden? Dat is ook nog een dingetje. Dat we nu dus zo lang met Abby spelen. Basically de andere helft van de game. Zij heeft dan wel weer andere wapens. Maar je begint gewoon opnieuw met je hele upgrade cycle. Met Abby. Met een character waar ik niks om geef. Dat is best wel crazy. Modify the trigger to allow for a tree burst that can be toggled on off or off. So. Tududun. 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 Ja. Ah, lekker toch, Geoffrey? Lekker een beetje lang slapen. Alrighty then. Ja, jammer dat hier dan weer held dingetje ligt. Daarom wil ik mijn held kits niet altijd zomaar gebruiken. Want die dingen die kan je alleen gewoon puur oppakken. I hope they're still there. Oké, okay, we moeten die kant dan. Viel die nou dicht en kan je dan er niet meer door? Oh, gelukkig. We zullen deze pakken en je kan dus hem naar burst fire toggelen. Moet ik wel onthouden dat je dat kan doen. Alles wat begroening erboven hebt kan je niet opspringen. I get that. Moeten we hier langs? Nee, hè? Nee, want dat is meteen onzichtbaar meer. Waar moeten we dan naartoe? Hierin. Nee. Maar dat is wel slim, want we hebben weer een medkit. Ik vind het gaaf dat de wapens veranderen van uiterlijk. Ja, zeker. Ik weet alleen niet waar ze die onderdelen vandaan haalt. Maar dat moeten we natuurlijk even gewoon voor lief nemen. Maar het is heel clean... hoe die workbenches werken. Op een hele leuke manier. Ben ik nou weer dom, nog niet wakker? Ja, ik ben dom en nog niet wakker. Maar we moeten gewoon hier overheen. Oh,
kid? No. You still there? Abby is bang dat Lev. Don't come any closer. It's me. Ze is er nog. Oh, hij is er nog. Is dat dan hij of zij? Waarom geeft ze zoveel om om Lev ineens? How's she doing? Krijgen we daar ook een backstory van? Waarom ze met deze onbekende blijft? Ziet er niet goed uit, Yara. Of moeten we gewoon om haar gaan geven om Abby? Omdat ze om dus randos gewoon geeft. Lean into me. Where are you taking her? Come on. What are you doing? I'm giving her a chance. Yeah, I guess. Goedenavond, Roy. Vind ik nog steeds best gevaarlijk, want je weet niet of je Yara of Lev kan vertrouwen. We zijn weer bij het aquarium. We gaan heen en weer. Hey Owen, wake up! I'm here. Hier leefde Owen nog. Lars? I need whatever medical supplies you have. Put the phone down, it's okay. Put it down. Alex, shut up! Put the phone down! Alex! Lev, lower the bow. It's okay. Abby, who are these kids? They saved my life. Can you take a look at her? Precies, dat kan ook de reden zijn. Omdat zij kon ontsnappen dankzij hun, basically. This is Yara. What did this? A hammer. It wasn't me. Was wel maar een bijeffect, though. Want ze ging voor Yara, of Lev ging voor Yara. Ik weet niet of Lev een hij of een zij is. Ik weet dat het een transseksuele karakter is. Maar is dat male to female of female to male? Oeh, dat ziet er echt heel gedetailleerd uit. En een beetje ugh. Yara. No. I was gonna clean it and try resetting. The bone's shattered. She has compartment syndrome. What does that mean? It means it has to come off. She's a soldier. You can't take her arm. Oeh. We leave it at maar ik wil die arm er niet af zien, hoor. Dat hoef je niet te laten zien. Hurting. Please. What do you need? Ideally, a saw, sutures, clamps, antibiotics. But we're far from ideal right now. We have knives, fire. Cut and cauterize it. She would die from infection. Make me a list. I'll go to the hospital, get whatever you need. It'll take you all day to get there. I don't mind. It's not about you, Abby. She doesn't have a couple of days. What if I can get you there in 2 hours? The Wolf Hospital, right? On the west side? Ah, dat is de reden waarom Owen... We built bridges. En een zwanger vrouwtje... How we get around the flooding and... Bij die hospital is, want ja, daar gaan ze dood. Daar komen ze Ellie tegen. Can't she handle 2 hours? Probably, yeah. So make a list. Wait, are you serious? These bridges are used by SCARs. They only send in small groups at a time. You heard that, small groups. This isn't a joke. Love? May she guide you. May she protect you. Abby. Laten we op pad gaan voor de lijst. Er komen weer enemy waves, ja, zometeen, I guess. What? Did you steal my keys? Sorry. Can I talk to you? Waar wil je over praten, Owen? Jullie hebben gesext. Klaar.
She just showed up. Okay. I don't think she knows about last night. I don't care about last night. Well, I do. No. Okay. Hope you know what you're doing. Okay. Okay, Abby. En Owen. Nou ja, Mel was daar weer. Ja, die is zwanger. Als die hoort dat Abby en Owen steamy, steamy, steamy hot sex hebben gehad. Poeh. Dan had ze je niet meer geholpen met Yara en Lef die je nu hebt leren kennen. Deze unknowns. Waarom zou je ook al die namen in één keer zeggen, joh? Wat een vertrouwen. Wat een snel vertrouwen in een apocalypse. Zoveel jaar. Je weet toch in een apocalypse dat je niemand zou kunnen vertrouwen. Uiteindelijk backfired alles. Iedereen is voor zichzelf. Dat is gewoon human instinct. Dat is precies hoe mensen uiteindelijk toch gaan zijn. Je krijgt groepsvorming. Maar mensen worden zo achterdochtig van elkaar dat je niet zomaar een nieuw iemand vertrouwt. All of them? Yes. In just a couple hours. I'm not lying. Okay. Come on, come on. Wolf, there it is. That's the building we need to get to. Okay. Dat is het gebouw. Dat is gelukkig wat dichterbij. What happens if we can't get the stuff your friend needs? She'll have to try to do the surgery with what Owen has around. Keep out of the water. These rapids will rip you away. I know. Stromend water. Swim, right? Is cool. Yeah. I'm not gonna fall in. I like that confidence. Zullen wij er wel in? Oh, shit. Ah, daar gaat ze niet dood. Oké. Okay. Wolf, you okay? Yeah. Just stay put. You know, when you're jumping, sometimes a running start can really help. Oh, dankjewel, Lef. Soms als je springt, kan je misschien met een aanloop beter springen. Ja, dus de apocalypse is al bijna 10 jaar. Meer dan 10 jaar. Ik denk dat Abby dat niet weet. Maar goed, dat is meer naar de spelen gericht. Dat snap ik ook wel, jongen. Ik ben ook wel een beetje aan het trollen. Ja, gisteren zwommen we echt vet makkelijk door een beste stroming met Abby, dat she's just a Terminator. Toen we naar het aquarium gingen. Oh, ik heb even een FPS dropje. Dat is vol. Betekent dat wij weer dingen moeten craften? Nee, we kunnen niks craften. We kunnen wel iets met onze pillen doen. We kunnen incendiary shotgun shells. Why not? Dan kunnen we die craften. Alles heeft het dingetje nodig, maar we hebben dat dingetje niet, dat druppeltje. Een brief. Whoever turns up, I don't care who they are. I don't care if they're wolves or seraphites or whatever. The fuck, just save me, please. Save me, I'll do whatever you want. I'll cut my face, I'll shoot up some feeder shits. Who gives a fuck? I can die here, so I don't want to die here. Please help me. Help, they are gonna find me. They're gonna rip me apart. Okay. Mogen we ook daar naar binnen? Nee. Is geen fijne outlook. So what's the deal here?
We gaan naar boven, I guess. Nee, dat kan niet. Yo, Lef, wat doen we hier? Okay. Gotcha. Watch the glass. We're going up. We're going up, 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 up. Nice. Ze heeft hoogtevrees, Abby, dus ja. You okay? I'm fine. You sure? I said I'm fine. I'm fine. I'm fine. Ik heb alleen hoogtevrees. Oeh, Jesus. Wat een gebouw. Oh, wel cool dat die wind door die zeilen. Alhoewel dat meer ziet als liquid. Dat ziet er een klein beetje uit als liquid, maar wel cool. That's a big drop. The markets look really bad down there. Mm-hmm. Dus wil je dat doen? Lef, wil jij dat doen? Nee, dat doen we niet. In een perfecte wereld wel. We're gonna have to do a little zigzagging. Well, let's zigzag. PlayStation 3! 2 days. Where were you headed? Ik denk het ook, Roy. Ah, kijk, die willen we graag hebben. Wat staat hier? To the girl next door, we are Sam and James. We live in 302. Didn't know anyone else was still here. We're not scary, we swear. Leaving behind a freshly baked treat, Sam. Thanks for the cornbread. My mom told me to give you... Okay, waar heb je vodka? Deze vodka gevonden, dit is legit. Oké. I get the impression you don't follow most rules. Oh, I guess so. Okay. Dik setup hier ook weer met al die poppetjes die worden gemaakt. Dik VR. Oh nee, dat is iets anders. Dikke characters. Comics. Alles. Wel weer dezelfde assets qua comics. Hey, surprise! Ik bedoel supplies. We pakken even alle supplies hier, dan kunnen we daarna weer verder pillen en zo. Sorry, Lef. Even in de slaapkamer. Oeh, een kluis. I don't think we have the code for this safe. Of stond dat op dat papiertje? The neighbor exchange. I don't think so. I don't think so. Maar er is hier dus een kluis. Wat zou de hint zijn voor de kluis? Dit zijn trouwens de supplies die we moeten fixen. Die hebben we ook mee. Dat je het even weet. Dat moeten we allemaal meenemen. De neighbor exchange. Daar staan geen hints over de nummers. Dus dan kijk ik altijd even leuk rond of we hier ergens hints hebben.
van wat hun cijfers mogen zijn. Oh, kijk, daar is het, de hint. In het wit, zie je dat? Vet droog, zie je hier helemaal in het klein. Allemaal nummertjes. Wat hadden ze? Chess? Oh, weer dezelfde repetitiveness. Nou. Sorry. Ik kan wel kluisjes skippen hoor, als Abby zijn. Oh, ik ga wel even kijken. Alleen ik ga wel altijd even een kijkje nemen of ik het weet. De kluis. Of ik erachter kan komen, zeg maar. Want dat heeft ook weer te maken met het design. Het zijn weer 6 cijfers. Wajo! Ik vind het gewoon interessant om te kijken hoe game design werkt. Dan ben ik niet met het verhaal bezig. Maar we hebben er al een geskipt. We already skipped one. Drawing manga characters and expressions. Oh my god. Nee, ik zie geen hints hier. Zijn hier nog hints? Of wil je gewoon de was opruimen, Lev? Want dan gaan we door. Ja, het ziet er naar uit dat we doorgaan. Dit waren anime fans. Oké. Nee, het was niet op het papiertje. Ik kan nog één keer kijken. Nope. Nope, 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 nope. Geen tijden, geen nummers van iets. Helemaal niks. Dus we gaan door. Because I can't be arsed om daar zo lang stil te staan. With Epster. Nou, wat leuk dit. Allemaal eten. En drinken. Hier hebben mensen geleefd. Oh. Cool. Huh. How long have you been using that thing? My bow? Since forever. I'm good with it. You should have seen Yara. Even kijken wat aan die kant is. En aan die kant. En het is weer tijd voor infected. Tuurlijk is het weer tijd voor infected. Maar het zou eens niet. Hoor ik nou ook shambler? Ja, ik hoor ook een shambler. Dat is ook gezellig. Maar we maken sowieso geluid, I guess. Ja, dit is dus sowieso eentje waar je geluid maakt, want er zit een raam voor. Dus zelfs al doen we deze crossbow in deze klimmen. Dat kan niet. Je kan daar niet doorheen klimmen. Oh, en hij ziet me door het raam. Dat bedoel ik. Oh,
Oh, hallo. Excuses, dat is misschien niet zo slim, de burst. Ben jij lef? Jij bent lef. Oh, een volledig druppeltje. Hallo. Waarom mag ik nu jou niet meer raken? Oh, ik ben van ding veranderd. En weer word je geslijt door die klote. Oh. Zit hij nou... Jongen, lef! Je wel... Oh, jij hebt echt lef. Jezus Christus. Nou, voor mijn gevoel kon je die nooit silent doen. Yes. Je kon daar niet naar boven klimmen. Daarboven. Door het gat. Je moest door het raam. Why? Curious? I don't know. Shot you. What? How many walkers have you killed? Oh my god, ik schrik me dan. We kunnen incendiary ammo maken. Maar we kunnen ook een medkit maken. Hoeveel heb ik dan? 1? 2. Oh, oké. Okay. Dan vind ik het nog wel leuk. Toch even uitproberen. We gotta check the gameplay out. Dus Ellie is in deze game volledig out of character. Een enorme sobby bitch. En Abby is zo bleek als wat als character. Zonder heel veel diepte te hebben. Well, that's fun. That water's picked up a lot of speed. I need you to be really careful, okay? Het water gaat nog sneller. Holy. Hello, sir. Thank you. God damn it. Who is he? I don't know. Isn't he a wolf? There are thousands of us. Do you know every scar? Duizenden. In deze wereld hebben hun als groep duizenden mensen? Wojo. Ik hoop dat ze normaler zijn dan de Fireflies, want die Fireflies die konden er niks van. Die vermoorden zoveel mensen. Nice. Dat hadden we ook weer nodig. Nog meer boutjes, maar we sparen die nog wel even. Nog even hier. Oké. Okay. Daar gaan we. Heel erg cool gebruik van dat stromend water. Dat is wel grappig. Een brillenwinkel. Voor de developers. Oh. Ja. This building will take us to the building next door. Waarom vind ik mezelf zo grappig? Dat is helemaal niet grappig of zo. Ik vind het grappig. Een bril voor de developers. Lef, jij bent echt zo'n... een
AI die altijd in de weg loopt. We kunnen hier omhoog, oké. Okay. Dan gaan we toch nog even hier kijken. Want hier kunnen we ook naar beneden. So what's the smartest thing to do? Ik weet het niet. Zo, dat duurt lang, maar weer een volledig ding. Is dit slim? Oh, fuck. Dan mag je niet meer omhoog. Je mag niet meer omhoog. I fuck myself over. Ik kan nog boven kijken dan. Maar dat kan niet meer. Oh wel. Wow, yo, maar dat was echt heel moeilijk. Dat was echt super moeilijk om weer naar boven te komen. Ik bleef maar X spammen, allemaal verschillende hoeken en gaten. Eindelijk hadden we het erin. Oké. Maar volgens mij moeten we sowieso hier naar boven. Oh, dat is lef. Ik denk dat dan maak je voor geluid. Wat maak jij allemaal voor geluid, dacht ik? Oh, dat kan niet verder kapot. Lef. What the fuck? Je wilt dat wij dat ook doen? Right? There's a way around if you don't wanna. No, I don't wanna. Nee, daar is hij ook helemaal niet zo atletisch voor. No offense, maar. Dat lijkt me niet handig met je postuur. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Dat zag je ook bij Expeditie Robinson altijd bij de gespierde mens. Good for your cousin. She figured it out, Les. Okay. Goedemorgen, Ula. Ulaza. Dit voor verlaten en warm. We gaan echt hoog. It's a lot, isn't it? Yes. Hoogtevrees, Abby! Da-na-na. Hoogtevrees, Abby! Show off. It's not that hard. Proxy HTTP, proxy wiki. Q user big wifi password. Wifi password is doorgestreept. Pass along. The elders have agreed to a truce with the wolves. They will stay away from our island and won't engage with any Seraphites passing through their outer territories. To maintain this peace, we must all work together. Our goals remain the same. These are simply different means to achieve them. Ja, nou die truce, daar is dus niks meer van over. Daar zijn we dus achter gekomen. Hier, toen hadden sommigen nog zo'n telefoon. This way. Abby, look at yourself. In the mirror. How do we not find these? Wolves never look up. What does that mean? It means no matter how many people or guns you have, we'll find a way around you. Maybe you should stop saying we, since they're trying to kill you. Damn, what did they make here, man? That looks amazing. The apostate! It's Lily! It's Lily. Oh. You should have stayed away, Lily!
Lily is haar echte naam. Dus dit is man to female. Wow, wat? Zag hij mij? Nu doen we mee aan haar gevecht. Oké, die had ik moeten sparen. Die zijn zo eenbotterig. Hier, E2. My name is Abby, bitch! Oh, nee! Physics! You okay? Yeah. Ah. Let me help. I got it. Okay, no problem. Rustig. Did you hear what they called me? Yeah. Do you want to ask me about it? Do you want me to ask you about it? No. Okay. Okay, is dat hoe ze dat gaan oplossen, zeg maar? Dat Lev Lily heet dus, maar ja, dat is dus een transseksueel. Was een meisje, nu een jongen. En dat kan. Dat mag. Iedereen is vrij om te zijn wie ze willen zijn. Roze stoeltjes. We kunnen nog verder omhoog. Jezus. Dat is leuk. Die specifieke stijl van die Seraphites, dat vind ik een leuke toevoeging. Wow. Maar ze zijn wel creepy. Met hun aanbidden. Brood! Scars built all this? Seraphites. Yeah, I was gonna say that. It's pretty cool. What's cool? Like, impressive. Awesome. Protect them. I wonder if your prophet had any idea what she was starting. She saved dozens of people in ways no one can explain. Okay. She blew up trucks and killed some soldiers. Not that hard to explain. Have you read her writings? Skimmed some. You'd benefit from it. Sure. Nog een workbench. Zo die, we worden echt helemaal doodgegooid met workbenches. We kunnen onze double barrel shotgun de stability van verbeteren. Minder recoil, meer stability. Nou, why not? To be fair, I still don't care. But this is nice. Onze shotgun wordt dan weer wat beter met shooten. Dan hoop ik dat we nog een leuke encounter krijgen met een hele leuk map design. Dan kunnen we weer een beetje losgaan. En de gun ziet er daar wel beter uit. Visueel vind ik deze double barrel shotgun verbeterd. En daar deden we het dus voor. Dat is mijn officiële meta. We deden het voor de looks. Wajo! Iemand had zin in boutjes. Wat kunnen wij doen? Wij kunnen doen bommetjes maken. I like bommetjes. Wij kunnen nog een medkit maken. I like medkit. Wij kunnen een shift maken. I like shifts. Wij kunnen ook onze melee weapon upgraden. Dat is ook altijd fijn. Dankjewel Seraphites voor jullie stash. Wij gaan weer verder. I'll go first this time.
I can see the light. We gaan hem maar meteen gebruiken. Hoezo kijken jullie meteen deze kant op? Nee, niet swap. What the fuck? En nu? Oh, helemaal bovenin. We gaan nu gebruik maken van hoogtes, heel erg ook. Boven ons ook, oké. Vooral heel veel boven ons. Nog meer boven ons. Serieus? Wie zit er op deze verdieping? Oh, hallo. Ik ben blij dat hij nog moest opstappen. Blijkbaar wanneer ze dan omhoog stappen, dan duurt het langer. Voordat ze je zien. Wat komen ze toch allemaal op dezelfde plek, man? Maar goed, dit, hey, dit zijn allemaal tweelingen. Oh, die hebben rare tekst. Zie je, het is precies dezelfde character! Ik heb zijn tweelingbroer. Oh my god, ik heb zijn tweelingbroer voor mij. Ze staan allemaal boven ons. Oh my god, are you kidding me? Letterlijk een meter ervoor en dan zo stopgezet hoor. Oké. Verdomme.
mag ik mijn pijl terug? Oh, die mag ik niet terug? Headshots mag je toch altijd terug? Bij deze? Dan ben ik benieuwd. Waar is die kerel dan? Oh, die loopt daar ergens. Kom jij hier? Waar is hij? We doen nog een tijdje op hem, wacht. Hij heeft me gezien, dan komt hij in ieder geval naar me toe. Hehe. Daar waren ze. Fuck these scars. Seraphites, whatever. Scar, Seraphites, nobody cares. Never heard a Seraphite cuss before. Oh, dat was de eerste keer. Lev heeft voor de eerste keer gescholden, hoorde ook hoe die dat zei. It's my first time. Ik ben trots op Lev. Oh, maar even klappen. Zegt Roy in de chat. Waar keelde ik nou al die lichamen? Ik dacht dat ik misschien hier nog wel wat pijlen zou kunnen fixen. Ja, dat wou ik net zeggen. Oh, dit was de headshot, mevrouwtje. Gotcha. Oké. Wanneer je in groep 3 een keer poep zegt, zegt Joffrey. Oh no. We gaan verder omhoog. Het is een leuke stage in dit gebouw. Maar met weinig meaning voor mij. Maar gewoon een beetje kutten met die enemies. Dat is best grappig. Where to now? Wait, let me guess. Up. Yes? We're going up. Nog wat boutjes.